Het is niet echt lekker vaarweer. Maar met een regenjas, ook één voor de hond, gaat het net. Normaal zit het helemaal vol, hè? Ja, klopt. Kun je dat eens vertellen? Hoe ziet het hier normaal uit? Nou, hier zitten eigenlijk op al deze banken zitten vaak gewoon heel veel mensen. China, Azië, Frankrijk, België. Ja, echt overal komen ze vandaan. Maar vooral wel Chinezen. Die komen wel het vaakst. Liona woont vlakbij de Zaanse Schans. Een buurt met historische houten huizen en molens. Haar vader vaart de toeristen rond, die hier voor corona massaal op bezoek kwamen. De laatste jaren ging men naar de 2 miljoen toe. Dat is echt veel. Ja, zeker. Het is ook een van de grootste toeristische attracties van Nederland. Dat is gewoon echt een drukke plek eigenlijk. Maar gewoon altijd mensen hier? Ja, altijd. Ook met dit weer? Ja, zeker. Ja, die Chinezen die weten het Nederlandse weerbericht niet echt, denk ik. Die kwamen af en toe met korte broekjes. In dit weer kwamen ze aanlopen. Dus. Maar nu is het dus al zo'n anderhalf jaar hartstikke rustig op de Zaanse Schans. Helaas. Vrije dag voor u. Ja. De buitenlandse toeristen, vooral die uit verre landen, blijven weg. Nou, normaal gesproken staan hier alle bussen en komen er wel zo'n 50 op een dag op en af rijden. En zoals je ziet is het nu helemaal leeg. Niet eens eentje, hè? Nee, helemaal niks. Veel buitenlanders mogen vanwege strenge coronaregels nog niet naar Nederland reizen. Of vinden het nog te spannend om met corona ver van huis te zijn. Ruud Keinemans, eigenaar van een restaurant hier, denkt dat het ook nog wel even duurt. De Amerikanen en de Chinezen en alle andere Aziaten. Ja, dat wordt 2022, misschien wel 2023 voordat die weer terug zijn. Dus hopen de ondernemers hier vooral op toeristen uit eigen land. Maar dan moet het wel wat beter weer worden, want van regen houden de meeste Nederlanders niet. En normaal is er altijd wel iemand die dan een foto van je kan nemen als ja, je hier zeker. Staat. Ja. Maar nu is er niemand. Nee, helemaal niemand eigenlijk. Iemand die ons op de foto kan zetten? Mevrouw?